In zekere zin heeft hij ook jou je leven gegeven. Ja. Zoals en hij zegt ook inderdaad ergens van mijn liefde is een soort everlasting gift, zegt hij. Dat zal doorgaan na mijn dood. En dat is dus ook waar. Wie zien wij hier? Dit is Stephen Ralph Mullins. En dit is in september 67. Hij is hier, doet hier eindexamen van de officiersopleiding. En dat wist ik allemaal niet. Dit portret stond vroeger toen ik een klein meisje was bij mijn ouders op zolder. En ik ging daar altijd op zolder spelen. Dus een proloog in het boek gaat over hoe mijn zus en ik... Gelijk de titel verklaart. Ah ja, precies. Hoe mijn zus en ik op zolder met de Barbie speelden. En op een bepaald moment een soort grote zoektocht op zolder begonnen. En uiteindelijk dit fotootje achter de verkleedkist tevoorschijn kwam. En ik was meteen enorm gefascineerd. Hij is natuurlijk ontzettend knap. En toch? Ja. En er staat ook een hele romantische tekst op. Dat kon ik pas later ontcijferen. Wat staat erop? Er staat, I have two gifts to give, my life and love. My life I give to my country, my love I give to you. En dat was voor mijn moeder. En ik wist natuurlijk wel als kind heel zeker dat dit niet mijn vader was. Ja. Dus dat was meteen een soort raadsel. En dat wilde ik op gaan lossen. En in die tijd heeft mijn moeder wel heel sumier wat over hem verteld. Ze zei, toen ze 17 was, dat was in 1965, had ze een jaar in Amerika op een high school gezeten. Daar hadden ze elkaar ontmoet. Ze waren brieven gaan schrijven. Ook toen zij terug was naar Nederland zijn ze brieven blijven schrijven. Daarna ging hij dood. En dat was het eigenlijk volgens mijn moeder. En toen zei ze, hij heeft ons ook geld nagelaten. En ging later een rol spelen in ons leven. En dat was het. En ik liet dat gewoon, als kind nam ik dat gewoon aan. Terwijl dat natuurlijk allerlei hele rare mysterieën omvatte. Ja, hij overleeft het niet in Vietnam. Nee. Hoe komt je moeder daarachter? De brieven houden op. Dus het is natuurlijk, hij schrijft een tijd nog door. Heel vaak, eigenlijk in 1967 schrijft hij nog 3 brieven per maand of zo. Zij schrijft wat minder vaak, maar ze schrijft wel terug. Maar dan klaagt hij altijd van, je laatste brief is van 2 maanden geleden. En weet je niet hoe belangrijk het voor mij is. En er is veel, je voelt in zijn brieven dat er van haar kant een soort aarzeling zit. Terwijl hij alleen maar denkt over trouwen en ik ga terugkomen. En jij bent de moeder van mijn kinderen. En het wordt zeker ook als hij in het leger zit, denk ik, voor hem een soort droom om naar terug te keren. Dus en iets om ze gaan vasthouden. Precies, ja. Zij wordt voor hem echt een soort symbool voor het leven daarna. En de man die wil worden en de vader die wil zijn. Dat zijn ook hele romantische brieven. Echt heel, heel mooi. 31 december, 1 januari stuurt hij haar een laatste brief. Dan fantaseert hij over september. Dan zit die Tour of Duty erop. Hij zou een jaar daar naartoe gaan. En hij schrijft, was het maar vast september. En dan kan ik bij je zijn. Hij is van plan om daar dan naar Nederland te komen. En op 10 januari sneuvelt hij op patrouille. Doordat zijn de pointman, de eerste man van zijn peloton, wordt geraakt door vuur van de vijand. En hij gaat naar hem toe om hem te helpen. En dan wordt hij geraakt door RPG-vuur. Dat zijn granaatscherven. Dus dan 10 januari 1969, dan is hij 20. Dan sneuvelt hij. Ja. En dan houden de brieven dus op. En mijn moeder was natuurlijk ze had geen relatie met hem, ze was geen familie. Dus ik denk dat zij nog zelf een keer 1 of 2 brieven heeft gestuurd. Wellicht ook naar het leger. En uiteindelijk krijgt zij dan een bericht van zijn overlijden. En ongeveer gelijktijdig een formulier thuis gestuurd. Waarop staat dat hij een levensverzekering had afgesloten op haar naam. En haar dus $10.000, en in die tijd is dat heel veel geld, heeft nagelaten. En dat is ook gericht aan de fiancé of Mr. Stephen Mullins. Terwijl zij zegt, we hebben niet eens gezoend. Ja, dus hij zag dat helemaal voor zich. We hebben niet eens gezoend en hij heeft dat 4 jaar lang volgehouden. Ja, dit was zijn droom. Dat schrijft hij ook ergens letterlijk. Dit is mijn droom en mijn droom is mijn leven. Dus voor hem, die droom is echt waar hij zich aan vastklampt. En hij kondigt ook ergens aan van dat hij dat van plan is. Dus een van die brieven schrijft hij wel aan haar van, als mij iets overkomt, dan wil ik zorgen dat er goed voor jou gezorgd wordt na mijn dood. Voor jou en je toekomstige kinderen. En dat vind ik heel tof, want het gaat dus eigenlijk over mij. Terwijl, ik was er nog helemaal niet. Het is 10 jaar voor mijn geboorte, maar ja. Wat wilde je dat dit boek zou worden? Een eerbetoon aan hem, echt. Ja. En ook een... eigenlijk is het uiteindelijk een soort dankwoord aan hem geworden, gek genoeg. Een heel lange brief terug, zou je kunnen zeggen. Dus ik heb al die brieven natuurlijk gelezen en ik heb hem zo goed leren kennen. En ik zag ook
ja, hoe weinig hij terugkreeg van mijn moeder, helaas, in die situatie. Een soort gevoel dat ik iets kon terugdoen namens ons. Ook omdat die levensverzekering heeft ertoe geleid dat mijn ouders uiteindelijk, een paar jaar later ontmoetten ze mijn vader, dat mijn ouders het huis hebben kunnen kopen waarin ik ben opgegroeid. Want ze hadden het niet breed en dat is dan ja, dat was echt een buitenkans natuurlijk in die tijd. En dat ik op een gegeven moment ook ging beseffen van hoe mijn leven had heel anders kunnen lopen als dit niet was gebeurd. Weet je wel, als hij niet ja. die grote gift had gedaan. En ja, dat huis met dezelfde zolder waar ik dan speelde met mijn zus, waar we hem vonden. Dat is ook een heel vreemd idee. My life I give to my country, my love I give to you. Maar in zekere zin heeft hij ook jou je leven gegeven. Ja. En hij zegt ook inderdaad ergens van mijn liefde is een soort everlasting gift, zegt hij. Dat zal doorgaan na mijn dood. En dat is dus ook waar. Dus hij heeft mij een soort jeugd gegeven. Dat huis waar ik in ben opgegroeid met mijn zus, die nu weer jongens heeft. Twee van die jongetjes die dan oorlogjes spelen in de tuin, weet je wel, wat ik ook. Dus en die ook weer ergens profiteren van dat leven wat wij hebben gehad, dankzij hem. Dus het is een soort... Dat gaat echt generaties lang door, wat hij heeft betekend voor ons gezin.